afgelopen week, dinsdag, als het goed is, oudjaar, heb ik een nare ervaring meegemaakt. En die ervaring houdt in dat ik met spoed naar de spoedeisende hulp had moeten komen. Niemand wil dat doen op oudejaarsdag. En het ging al moeilijk om hier te komen door de hele drukte en de commotie in de binnenstad en de stad. Heb ik toch op een of andere manier toch spoedeisende hulp bereikt. Hier aangekomen bleek er een chaos van zijn welste. Ik begon zelf ook te klagen en te schelden en mijn zegje te doen. Ik heb er moeite mee gehad. Ik heb met bepaalde patiënten gesproken. En natuurlijk weten we dat niemand van pijn houdt. En pijn, als je naar de dokter gaat en je hebt pijn, wil iedereen gelijk geholpen worden. Hier in het in ACP, spoedeisende hulp, was het echt een chaos. Letterlijk een chaos. Wij hebben het, ik en een begeleider van me die me heeft geholpen, heeft ondersteund hier naartoe. Heeft toch kunnen realiseren dat ik natuurlijk, je moet verzekerd zijn, dat de eerste stappen in werking werden gebracht. En dat men, het lijkt alsof men je hier dupeert. Tussen haakjes. Maar wat men niet weet, en ik denk dat die voorlichting ook beter gegeven gaat moeten worden door spoedeisende hulp, dat men moet weten dat ze op basis van groepen kunnen worden behandeld. Als je met een snee aan je hand komt of aan je keel of whatever komt, ga je moeten wachten voor iemand die een hartprobleem heeft. Je gaat moeten wachten voor een kind die pijnen heeft en die niet zich beter kan uitleggen of beter kan communiceren om uit te leggen waar de pijn zit. Dus met alles soort factoren moet men rekening kunnen houden. Wij zijn een verwend volk. We willen alles op tijd hebben. Zoals je ook naar een restaurant gaat en je hebt honger. Je want dat de man poerinjangi direct, om steeds moest je direct aan rekeri, whatever. Ik heb het heel anders ervaren. Nadat ik binnen ben toegelaten, heb ik gezien wat er hier gebeurt. En het was niet maals en prachtig. Ambulances kwamen van op en af. Oudjaar is het hier een hel. Het zullen wel meerdere dagen zijn. Ik kom niet hier elke dag. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier binnen spoedeisende hulp ben gekomen als patiënt. Ja, toch? En ik heb het heel naar ervaren. Naar, maar ook heel goed. Ik wou die dag dat ik een camera bij me had om een reportage hiervan te kunnen maken. En daarom heb ik genoodzaakt om dit eigenlijk te vermelden. Die mensen die hier het werk doen, mensen, believe me, ze komen ook uit hun huis. Ze laten ook hun gezin thuis. Die mensen worden hier voor vies en vuil uitgescholden. Is niet goed. Is echt niet goed. Sorry, ik heb mensen te doen. Ik heb mensen zien hollen en rennen om mensen hun gezondheid te kunnen behouden. Mensen die plat lagen, mensen die met kap woonden, mensen met schot woonden, mensen met... Je gaat ook uit je huis om werk te doen. Om je werk te doen. Het werk waarvoor ze hebben gekozen is een dienstverlening. Ze komen niet hier om mensen te pesten. Laten we rekening met deze mensen houden. En daarom
vind ik het genoodzaakt om deze mensen, medewerkers van de spoedeisende hulp, vandaag in het zonnetje te zetten. En het allerbeste en kracht toe te wensen in het werk wat zij doen. Want dat verdienen deze mensen. Reactie was niet mals naar het personeel toe. Niet direct naar die mensen toe, maar in je omgeving vertel je, als iemand zegt, EHBO, dan zie je, heel slecht, rotzooi shit. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb de hele nacht gescholden, want ik heb bijna, ik denk 14 uur heb ik hier gezeten voordat ik, zonder dat ik geholpen werd. En toen ben ik boos weer naar mijn huis gegaan. Gelukkig ben ik niet doorgegaan in die tussentijd. Maar de volgende dag was ik om 9 uur weer hier. Dus katten of schelden op het personeel hier is iets wat dagelijks gebeurt. Makkelijk. We zien het, we lezen het, we horen het overal. Dat heeft hij ook gehad. Van een scheldende man is hij na 12 uur is hij veranderd in een man die vol lof praat over het werk wat hij hier mensen heeft zien verrichten. En dat is die boodschap die hij wil brengen. En dan wil hij dat ook publiciteit geven, vandaar dat u hier bent. Hij wil dat ze weten dat het schelden is maar een deel van het verhaal. En het schelden komt vaak door emotie, door wat je voelt op dat moment. Ik heb pijn, ik wil geholpen worden en niets anders. Maar wat de mensen hier doen, dat heeft hij ervaren. Hij heeft alle diensten, alle shiften zien wisselen. En weet precies, na 24 hier te vertoeven, weet je wat die mensen allemaal moeten doen om je een beetje te helpen, zodat je niet doodgaat, bij wijze van spreken. Dat is het hele verhaal die hij wil. En hij hoopt dat u dat goed in de samenleving brengt. Zodat de samenleving ook af en toe iets moois kan horen. Behalve het negatieve. Er zijn een paar namen genoemd. Ik heb al gezegd, ik ken niet het hele ziekenhuis natuurlijk bij naam noemen. Maar er zijn een paar mensen die op de voorgrond treden bij hem. Omdat zij direct te maken hadden met die hulp die hij gekregen heeft die avond. Die namen kent hij. En die moet symbolisch vertegenwoordigen ze dat heel ziekenhuis en al die andere patiënten, al die andere mensen die hier zijn. Ik zie ze nu binnenkomen hopelijk.